Hey, welkom terug op mijn kanaal waar ik het. Hey iedereen, welkom terug op mijn kanaal waar ik het vandaag ga hebben over een nieuwe onopgeloste moordzaak. En vandaag heb ik het over de Burger Chef Murders. Echt een tongtwister. De Burger Chef Murders spelen zich af in het jaar 1978 in Speedway, Louisiana? Nee, Indiana. Speedway is dus een klein stadje in Indiana. En in 1978 speelt zich daar de tragische moord af op 4 studenten. Meer bepaald 4 studenten die werkten bij de keten Burger Chef. En Burger Chef was in de jaren 60-70 een heel populaire fastfoodketen. Ze hadden restaurants op meer dan 1000 locaties en waren op een bepaald moment zelfs de tweede grootste keten in Amerika naast McDonald's. Maar uiteindelijk werd de keten doorverkocht aan Hardee's en is er nu geen Burger Chef restaurant meer. Op 17 november 1978 waren er 4 studenten bezig met het opruimen van de Burger Chef. Ze hadden alle 4 de late avondshift gehad en ze waren eigenlijk alles aan het klaarzetten voor de ochtend nadien. De 4 studenten die die avond van dienst waren, waren Jane Freed. Zij was 20 jaar. Dan had je ook nog Ruth Shelton. Zij was 17. En dan waren ook nog Daniel Davis en Mark Flemons aan het werk. En zij waren beide 16 jaar. Het waren dus echt nog heel jonge studenten. Blijkbaar was het ook wel populair dat bij de Burger Chef werken een beetje zo je eerste studentenjob was. Er waren heel veel jongeren die, wanneer ze op de leeftijd van 16 kwamen, die bij Burger Chef begonnen te werken. Rond middernacht is er een van hun die de achterdeur heeft geopend om het vuilnis te gaan buiten zetten. Wat er toen gebeurde is helaas niet echt 100% met zekerheid te zeggen. Er zijn heel veel theorieën en speculaties, maar wat dat er toen op dat moment exact gebeurd is, gaan we helaas nooit echt weten. Maar wat dat wel zeker is, is dat een van hun 4 de achterdeur heeft geopend om het vuilnis buiten te zetten. Een beetje na middernacht komt er een oudere werknemer langs bij het restaurant om te checken of dat alles in orde is, of dat alles wel goed opgekuist is en klaar staat voor de dag erop. Helaas doet hij de vaststelling dat er niemand aanwezig is in de Burger Chef zelf. Maar hij ziet natuurlijk wel dat de achterdeur van het restaurant open staat. En hij merkt ook op dat er ongeveer $581, dus ongeveer $600 uit de kluis gehaald geweest is. Uiteraard belt de werknemer de politie om hen in te lichten dus dat er $500 uit de kluis gehaald geweest is en dat geen een van de 4 studenten ergens te bespeuren is. De politie komt aan het restaurant. Ze merken inderdaad dat er geld uit de kluis gehaald geweest is. De politie wil de case niet al te serieus nemen, omdat het natuurlijk gaat om 4 jonge studenten. En hun redenering was, die hebben het geld gestolen om te gaan feesten. En die zullen wel vroeg of laat opduiken. Bij nader onderzoek hebben ze dan gezien dat de handtas van zowel Jane als Ruth nog in het restaurant was. En ook de auto van Jane stond op de parking. Was een Chevrolet. Maar desondanks het feit dat zowel de 2 handtassen van de meisjes en de auto van Jane nog op de parking stond, had de politie zoiets van, er zijn geen tekenen van fysiek geweld. Dus voor hun ging het niet meteen om een vermiste personenzaak of een moordzaak. Dus die avond zelf wordt er eigenlijk niet verder gezocht naar de 4 studenten. Wat dat daar enorm frustrerend aan is, is het feit van, als je in de horeca werkt, dan weet je ook wel dat er zowel 's avonds als 's ochtends grondig wordt gepoetst voordat de shift begint. Obviously. Wat dat er dus voor gezorgd heeft dat de studenten die 's ochtends de ochtendshift hadden, het restaurant grondig hebben schoongemaakt en eigenlijk alles wat dat van bewijsmateriaal had kunnen dienen, eigenlijk verdwenen is. Aangezien dat er nog altijd geen teken van leven is de ochtend erop, beslist de politie van het zaakje toch een beetje verder te gaan onderzoeken en vinden ze uiteindelijk Jane haar auto terug, die Chevrolet waar ik het over had. En ze vinden haar auto eigenlijk maar op een paar kilometer van het politiestation van Speedway en dat is ook niet zo heel ver van het restaurant. Ze treffen de auto leeg aan, waardoor dat het dus meer en meer op een verdacht zaakje begon te lijken. Geen een van de 4 ouders had ook een losgeldbriefje of een losgeldtelefoontje ontvangen, wat dat toch wel vragen deed oproepen.
Het onderzoek van de politie heeft niet zo heel lang geduurd, want helaas werden de dag erna op zondag de vier lichamen van de studenten aangetroffen door wandelaars op ongeveer 40 minuten rijden van het restaurant. Als eerste worden de lichamen van Daniel en Ruth gevonden. Ze constateren dat Daniel en Ruth neergeschoten zijn geweest in het hoofd, executiestijl, verschillende keren. Een beetje verderop vinden ze ook het lichaam van Jane. Bij Jane blijkt dat ze neergestoken geweest is. Ze had verschillende messteken in haar borstkas en ze hebben bij de autopsie eigenlijk het mes zelf in haar borstkas nog teruggevonden. En het handvat zelf was afgebroken. En ook Mark werd later teruggevonden, veel, veel verderop. En hij zou gestorven zijn aan bloedtrauma in het hoofd door een harde klap te krijgen van vermoedelijk een ketting. Maar ik heb ook in andere artikels gelezen dat het misschien een klap van een boomstam zou geweest zijn. De eerste theorieën die ontstaan in deze zaak is dat het gaat om een mislukte overval. Een van de studenten had misschien de overvallers herkend, waardoor dat ze in paniek zijn geschoten en ja, dat het geëscaleerd is tot een moordzaak. En dan een tweede assumptie die werd gemaakt, maar die nooit bewezen is, is dat een van de vier studenten drugs verkocht en dat het misschien de verdeler was die nog een schuld kwam ophalen, aangezien dat er geld gestolen geweest is uit de kluis. Het wordt nu dan ook in de pers bekendgemaakt wat dat, het noodlot was van deze vier studenten, waardoor dat er eindelijk een getuige naar voren is gekomen. Een getuige die claimt dat ze die nacht twee verdachte mannen rond het restaurant heeft zien rondrijden. Nu, ze kon qua uiterlijke kenmerken alleen maar zeggen dat de ene een baard had en de andere niet. Wat dat basically wil zeggen dat iedereen verdachte was op dat moment. Daarna kwam er ook nog een anonieme tip binnen dat er een man in een bar in West Virginia herhaaldelijk bleef opscheppen over het feit dat hij die moorden zou gepleegd hebben. Er is toen een politieman undercover naar die bar gegaan, heeft die man daar ook gezien, heeft met hem een spelletje pool gespeeld. Maar hij kon helaas geen bekentenis uit die man losmaken. Ze hebben hem dan maar meegenomen naar het politiestation. Daar heeft hij een leugendetectortest gedaan, waaruit bleek dat hij eigenlijk de waarheid sprak. Allee, nee, hij loog over het feit dat hij die moorden had gepleegd, maar ik weet niet. Ik vind het heel raar waarom dat je over zoiets zou opscheppen, maar die man was alleszins niet schuldig aan de moorden. Op 18 maart 1981 wordt de broer van Jane, een van die vier studenten, wordt hij opgepakt omwille van het bezit van cocaïne. De politie behandelt hem nu ook als een verdachte in de moordzaak, maar uiteindelijk wordt hij gecleared als verdachte. Daarna ligt de case weer stil voor ongeveer 3 jaar, tot 1984, wanneer een van de detectives die meehielp aan het onderzoek een telefoontje krijgt uit de gevangenis van Pendleton. De gedetineerde in kwestie is Donald Wayne Forrester en hij wil graag bekennen dat hij die moorden gepleegd heeft. Ze gingen wel voorzichtig om met die bekentenis, aangezien Donald vastzat in de gevangenis voor verkrachting. En hij ging overgeplaatst worden naar een andere gevangenis waar eigenlijk alle zware gevallen zitten. Hij was veroordeeld tot 95 jaar cel, maar ik denk dat de detectives er initieel van uitgingen dat hij die bekentenis zou doen om in ruil gewoon te mogen blijven in de gevangenis van Pendleton. Dus al niet te min gaan ze hem natuurlijk ondervragen. En daar blijkt eigenlijk hoe langer hoe meer dat Donald er misschien wel echt iets mee te maken heeft. Hij bekent eigenlijk de moord op Daniel en Ruth, de twee studenten die executiestijl zijn vermoord. Maar verder claimt hij dat er ook nog twee andere mannen bij betrokken waren, waarvan hij nooit de naam heeft gezegd. Of waarvan ik toch alleszins de naam niet heb teruggevonden. Er waren op dat moment heel weinig details vrijgegeven in de media, maar Donald wist wel te zeggen met welk wapen Ruth en Daniel vermoord zijn geweest. En ze hebben hem dan ook meegenomen naar de plaats Delict, waar hij exact heeft kunnen aanduiden waar de lichamen lagen en hoe dat ze gepositioneerd waren. En dat klopte ook volledig. Nu, ze hebben op de crime scene zelf nooit de hulsen van de kogels teruggevonden. Waarop Donald zei dat hij die hulsen
De dag erop heeft komen oppikken en thuis door het wc gespoeld. Donald claimt dat dus de broer van Jane, die eerst volledig uitgesloten werd als verdachte, er toch iets onrechtstreeks mee te maken heeft. Hij was namelijk wel drugsdealer en hij had wel nog een grote som geld te goed aan de verdeler. En vandaar dat Donald en de twee andere mannen waarmee dat de moorden gepleegd geweest zijn, langskwamen bij het restaurant om Jane een beetje te bedreigen en af te schrikken in de hoop dat haar broer zo het geld zou afbetalen. Mark is er toen tussen gekomen en heeft Jane willen verdedigen. Op die manier is het serieus beginnen escaleren en hebben ze besloten dat de vier studenten moesten geëlimineerd worden, omdat dat getuigen waren van wat dat er zich die avond heeft afgespeeld. Donald wist ook dat het mes waarmee dat Jane in de borst gestoken geweest is, dat handvat daarvan afgebroken was. Wat dat eigenlijk ook een detail is dat nooit in de media bekendgemaakt werd. De politie is dan naar het huis gegaan waar dat Donald toen woonde. En ze merkte dat de wc's eigenlijk aangesloten waren op een septische put. Als je niet weet wat een septische put is, moet je maar even goed googelen. Ik ga dat hier niet uitleggen. Anyways, er was dan één iemand dat het plezante taakje heeft gehad om die septische put leeg te halen. En effectief, ze hebben daar twee hulsen in gevonden van kogels die exact overeenkwamen met het wapen waarmee dat Daniel en Ruth afgeschoten geweest zijn. Eigenlijk is alles rond en ik denk dat er nu geen twijfel meer mogelijk is dat Donald effectief betrokken was bij de moorden. Maar some stupid ass bij de politie heeft zijn mond voorbij gebabbeld aan de pers. Waardoor dat eigenlijk Donald zijn foto in het groot verscheen in krantenartikels nog voordat hij zaak rond was, nog voordat hij zijn proces had gehad, nog voordat eigenlijk dat hij effectief schuldig verklaard geweest is, waardoor dat Donald ineens alles ontkende. Hij trekt zijn verklaring in, gewoon omdat hem zo geschrokken is van het feit dat hij al meteen in de pers gekomen was. Dus eigenlijk, eigenlijk is de hele zaak daardoor in elkaar gevallen, gewoon omdat één iemand niet zijn mond heeft kunnen houden tegen de pers. En Donald stierf uiteindelijk in 2006 in de gevangenis van Pendleton. Dat is een beetje het droevige verhaal van de Burger Chef Murders. Ik geloof dat ze echt op het goede spoor zaten. En ik vind dat heel straf dat er op die manier eigenlijk vier studenten zijn die nooit echt justice gaan krijgen. En dat er ook nog altijd twee mensen zijn die betrokken waren bij de zaak die God weet waar rondlopen. Het is alleszins een zaak dat mij heel hard bezighoudt, omdat ik zelf ook horecawerk doe. En ik kan me niet inbeelden dat je zo aan je einde moet komen. Zeker, die waren zo jong. We spreken hier over kinderen van 16, 17, die het echt niet verdiend hebben om op die manier om het leven te komen. Ik ben benieuwd wat jullie van deze zaak vinden. Laat zeker iets weten in een reactie hieronder. Geef ook gerust suggesties voor zaken die ik eventueel in een volgende video kan bespreken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye!